onvoorwaardelijke liefde. Als klein meisje leek het me allemaal zo simpel. Ja, als ik een grote meisje zou worden, zou ik borsten krijgen. Ik zou make-up mogen dragen. En ik zou mijn haar net zo los dragen als Ariel. En hop, daar zou de prins verschijnen. Ja, als je iets ouder wordt, merk je gauw dat niet alles zo sprookjesachtig verloopt dan je vroeger dacht. Mijn opa en oma die woonden naast elkaar en groeiden samen op. Vanaf hun 16e kreeg ze een verkering en al gauw beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Ik heb mijn opa wel eens gevraagd, want opa kijkt u soms niet naar andere vrouwen of heeft u soms niet getwijfeld over de relatie die u heeft met oma? Nee. Nee was een resolute antwoord. Ja, natuurlijk keek hij wel eens, maar er iets mee doen? Dat nooit. Ik dacht ook bij mezelf, hoe kan dat dan? Hoe kan dat als tegenwoordig zo vaak van alles misgaat in relaties? Ja, dan moet dat toch vroeger niet anders zijn geweest? Toen mijn oma een hersenbloeding kreeg, begon ze dement te raken en ze begon incontinent te raken. Mijn opa die is haar vanaf dat moment gaan verzorgen. Elke nacht maakte hij haar stipt om 3 uur wakker om even te gaan plassen. Dit om nare ongelukjes te voorkomen in bed. Toen oma stierf, bleef opa elke nacht stipt op dat tijdstip wakker worden. Juist dan besefte hij dat hij haar zo erg miste en dat het leven eigenlijk zonder haar geen zin meer had. Een maandje nadat mijn oma is overleden, is mijn opa zelf uit het leven gestapt. God, wat was ik kwaad en wat miste ik hem. Maar zou dat dan echte liefde zijn? In ieder geval heeft mijn opa zich aan zijn belofte van eeuwige trouw gehouden. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan.